Hey, stemgenootjes, daar zijn we weer. Ik hoorde twee danseressen een filmpje op Facebook van het Nederlands Danstheater. En de ene was een Italiaanse en de ander was een Spaanse. En ze praten over een heel mooi ballet. En de Spaanse die was wat ouder, dus die Spaanse die praatte hier. En het was een heel interessant ballet, omdat er midden in dat ballet een stuk improvisatie zat. En dat vonden ze allebei ontzettend inspirerend. Ik merk dat ik bijna niet meer durf te bewegen. En ik snap dat dus helemaal niet, dan ben je danseres. En dan zit je dus helemaal in dat keurslijf. En dan zou ik willen zeggen, jongens, kom op! Je bent op de top van je kunnen. Je bent een fantastische kunstenares. Enjoy! Laat die stem bewegen. Laat jezelf bewegen. Vibreer mee met je energy. Oh, doe iets! Niet zo vast blijven zitten, jongens. En ik zie het met zoveel jonge mensen. Die zitten zo vast in hun stem. Probeer maar gewoon toch, ook al is het raar, om een beetje te bewegen met je stem. Een beetje omhoog en omlaag te gaan. Do it. En lees dat boek. Ligt het aan je stem? Dat moet je ook doen natuurlijk, hè? Ik zie je.